Nou, de woningen zijn energiezuinig, zeker energie-neutraal, zeker energieleverend. Hè? Dus je kunt dat is een beetje afhankelijk van de uitbreiding van de woning. Maar in de basis zijn alle woningen eigenlijk bouwkundig heel goed geïsoleerd, waardoor je eigenlijk weinig wandvraag in de woning hebt. Ja, dit is echt een authentieke koloniewoning. Ja, er is veel wandverlies via de voorgevel. Nou, hier zijn we bij een nieuwbouw koloniewoning. Het verschil met de oude authentieke koloniewoning is dat deze het eigenlijk egaal van kleur is. Deze is goed geïsoleerd, nog beter dan de huidige normen. Je zult in het begin al moeten gaan kijken. Alle partijen moeten ook over een muurtje heen kijken. Zeg maar, van, de installateur die kijkt mee met de aannemer die kijkt mee met de installateur. De architect die kijkt mee met de aannemer. Dus met andere woorden, het hele integrale proces van bouw wordt op een heel andere manier toegepast. Vernieuwend en innovatief, zou ik zeggen. Nou, het totaalplaatje is een nieuwbouwwijk met 1100 woningen. En daarvan is nu een belangrijk deel gerealiseerd, inclusief een woonzorgcentrum. En dat ligt heel mooi organisch tegen de plek Zuid-Hornhaven. Nou, de isolatie die is natuurlijk meer nog dan de norm aangeeft. Want we hebben een EPC of een RC-waarde, dus een constructiewaarde van 5. Die is vrij hoog. Ja, een complete woning die energiezuinig is met een lage EPC en waarbij we met name ook om ervaring op te doen alle bouwsystemen gebruiken. Dus traditioneel wordt er wat gebouwd, houtskeletbouw wordt er gebouwd, betonbouw wordt er gebouwd en we kijken uiteindelijk na afloop van het hele project wat de meest energiezuinige variant zal zijn. Spijkenissen echt breder maken, dus je moet hier goed kunnen wonen en leven vanaf het moment dat je geboren bent tot het moment dat het leven eindigt. En dat betekent dat we ook op een plek die zo bijzonder is, hele bijzondere gebouwen weer neer willen zetten. Bijzondere architectuur, dat zie je hier ook, het is een ontwerp van Diederik Dam. Maar ook bijzondere functies erin en vooral combinaties van functies. Dus hier oudere huisvesting, maar ook voorzieningen voor jongeren. Dit is de installatie die dan binnen in huis is. De pijpleidingen die het systeem naar de beneden- en bovenburen pompt. Dat is eigenlijk het enige wat je er zelf in huis van merkt. Zeg maar. De rest van de installatie zit allemaal beneden in de kelder. De EPC-norm is lager dan wettelijk vereist was. En dat is een enorme kluif. Dat zie je vaak wel bij wat kleinere projecten. Maar bij zo'n groot project als dit was dat een behoorlijke uitdaging. Nou, dan is zo'n nominatie voor een excellent gebied is dan eigenlijk een beetje een kers op de taart. Omdat die zowel tegen gemeente als ontwikkelaar zegt, je bent op de goede weg. Het gaat er fantastisch uitzien. Het wordt een wijk met een enorme differentiatie in architectuur. Het worden 7 eilanden met allemaal bruggen ertussen. Het is persoonlijk voor mij geslaagd als het gebouwd is en ook de ambitie ook echt is gerealiseerd. Dus dat er echt zonnepanelen op de Strekdam staan, dat de huizen gebouwd zijn, toekomstbestendig zijn en dat het hele gebied ook echt klimaatneutraal functioneert. Het is een plangebied van ongeveer 26 hectare en er komen rond de 3000 woningen. De Houthaven was uit klimaatneutraal bouwen al gewoon een eis. Nou, dat is eigenlijk bereikt in 3 stappen naar klimaatneutraal. Goed casco, dus ik zeg als eerste stap. De tweede stap is een goede duurzame warmte-koude voorziening. En de derde stap duurzame energieopwekking. En dat is met name PV-panelen in Amsterdam. We zijn 3 jaar geleden begonnen, midden in de crisis, met een CPO-project. Collectief particulier opdrachtgeverschap is het. He, dus groepen die zich hebben geformeerd tijdens het proces. Het zijn eigenlijk gewoon groepen mensen die gezamenlijk een appartementencomplex bouwen. Ik denk dat deze wijk op een gegeven moment meer energie gaat opwekken dan het kwijt kan. He, dus dat de woning overdag door zonne-energie de auto oplaadt.
wilde een licht gebouw maken, geen zwaarmoedig gebouw. En uiteraard, daar kom ik zo wel weer op terug, een duurzaam gebouw. Duurzaam is goed, maar het moet zo gebouwd worden dat onze exploitatiekosten ook naar beneden gaan. Allerlei zaken zijn meegenomen om uiteindelijk natuurlijk die energievraag minimaal te houden. Daar is alle aandacht aan besteed. En de energie die we uiteindelijk nog nodig zijn, die wekken we natuurlijk heel duurzaam op. Voor het verwarmen van het systeem werd al uitgegaan van warmte-koude opslag in de bodem. En als je hier naar boven kijkt, dan zie je hier de zonnepanelen. Dit heeft echt impact. Hier begint duurzaamheid. En ik denk dat we duurzaamheid echt van ambitie tot en met concreet het gebouw hebben kunnen realiseren. En daar ben ik wel heel trots op. Fantastisch. Wat een mooi gebouw.